Goedemorgen, het is dag nummer 2. En vandaag is het dus weer het Meet the Blogger event. Het is nog maar tot met vanmiddag, dus het is alleen nog maar vandaag. En ik ben hier vandaag natuurlijk weer met Femke. Nee, Hans is mee, want het is vandaag een hele speciale dag. Het is vandaag Dierendag. Ik dacht, die kun je inkoppen. Nee, het is vandaag. Het is heel flauw, I know. Het is vandaag. Ik moet wel mijn jas aan trouwens. Het is vandaag heel spannend, want ik ben genomineerd voor de Meet the Blogger of de VT Wonen Meet the Blogger Award. Ik ben zelfs genomineerd voor 2 awards. En ik zit met 2 anderen erin, dus er zijn 3 genomineerden voor beide prijzen. Ik zeg heel eerlijk dat ik niet denk dat ik hem win. En dat zeg ik niet omdat ik mezelf niet teleur wil stellen of wat dan ook. Ik moet even ondertussen mijn spullen pakken. Maar ik denk oprecht niet dat ik hem heb gewonnen. Als ik hem win, dan ben ik natuurlijk super blij. Dus ik vind het ergens ook nog wel een beetje spannend. Dus ik, ja, tenminste ergens, ik vind het hartstikke spannend. Want ik maak nog steeds kans. En dat is gewoon wel, dat is wel heel leuk. En daarom mocht Hans mee. Want als je genomineerd was, dan mocht je iemand meenemen. En dat is heel leuk, want hij mag ook alle lessen of alle colleges, of hoe noem je dat? Alle speeches, seminars, ik weet niet. Workshops. Seminars, dat is een goeie denk ik. Nou ja, die mag je ook allemaal meenemen. Ik zeg heel plat, seminars. Ja. Nee, seminars. Maar dat is echt, ik ben echt heel benieuwd. Ik ben echt zo benieuwd. Maar jij denkt ook niet dat ik kan winnen, dus. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Nah. Ik zeg tegen jou, nee, je moet er maar vanuit. Ik zeg, je moet er maar vanuit gaan van niet. Dat ja, is maar los daarvan. Oké. Ik denk dat ze het wint. Because we have a very, very exciting program ahead of us. Did I miss anything last night? While partying? Please welcome to the stage, editor-in-chief of VT Wonen, Carlijn Guibon, and our very own Meet the Bloggers, Kirsten Jassies. We have Shifra from A Cup of Life, senior too. And we have Anna from Remake with Love, and she was over there, yeah? I've seen them all. And the winner of this award has received 1/3 of all the votes, so that's pretty good. And it is. Congratulations, Sita. Leuk te zien. Thank you. You have such a beautiful blog. We all love it. Your personality comes totally through. And I saw you're a fan of beautifulness. Yes. Because you have this same color palette. Yes, as they have. Yeah, they're very inspiring. Yes. Yeah. So, congratulations so much. So now we go over to our advanced category. Golden. It's not golden actually. Looks a little bit golden. And of course we would like to collaborate with them on a co-production. And the winner now of the VT Wonen Meet the Blogger Award is Remade with Love. Take the pictures in the house and the other. Come on, a little bit closer here, guys. A little bit. Here. Can you get them in, Carlos? Yeah. Closer. Freaking time. Elke keer als ik niet op tijd uitstap, dan doet Hans hele auto voor mij op slot. Oh. Ja! We zijn net thuis en ik ben echt ontzettend blij en heel erg dankbaar. Wacht, ik moet mijn ketting aan mama laten zien. We zijn met mijn ouders nu. We hadden Charlie bij mijn ouders gedropt. En ik wilde eventjes natuurlijk ook mijn ketting laten zien. Je medaille is showen. Precies. Maar ik laat hem eerst even aan jullie zien. Ho, het is namelijk porselein. Ja. Kijk, dit is hem.
Echt heel erg leuk. Ik voelde me net een Olympische speler dat ik zo bukte terwijl ze me opdeed. Ik dacht, ja, moet ik nou bukken of geven ze me aan mij? Ik vond het heel erg awkward omdat ik de eerste was die zo'n ding ontving. Dus ik kon ook niet afkijken hoe het moest en het ging een beetje rommelig en zo. Dus ik dacht, doe ik het nou verkeerd of zo? Maar goed, ik ben echt ontzettend blij. En Hans die zei dat hij mijn reactie niet had gefilmd, want hij had degene... van de spanning. Hij was naar mij aan het kijken, maar hij zegt, je zag echt aan je gezicht dat je het zo niet had verwacht en dat je helemaal, wat? Ik moest ook echt, ik zat stil, heel even echt 3 seconden, wat misschien maar 1 seconde was, maar in mijn hoofd was het een minuut, dat ik echt even, last a cup of life, Chiffre Humelet, a cup of life, Chiffre Humelet. Oh, wait, that's me. Wait, that's me. Ik ben echt super, super, super dankbaar. Als je hebt gestemd, ook als je niet hebt gestemd, als je graag mijn blog leest of als je graag mijn vlogs kijkt, dankjewel. Want deze award heb ik dus echt, echt, echt gekregen omdat jullie hebben gestemd. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dank jullie wel. Ik had hem dus niet gehad zonder jullie. Dus echt, ik denk ook echt alleen maar dankjewel, dankjewel. En ik ben de hele dag op Instagram en op Facebook jullie aan het bedanken. Ik ben er echt heel blij mee. Dankjewel. Het voelt gewoon een beetje als een, hoe noem je dat? Trots van oh, mijn harde werken en zo, dat ze een beetje dat eruit komt. Hey, Charlie, en het is ook nog eens dierendag. Het is dierendag. Oh, hey. Gefeliciteerd, super. Ik moet eigenlijk mijn medaille kussen. Hallo. Kijk eens, oma, ik heb een hele mooie medaille. Werd je dat over je hoofd gezet? Ja, alsof ik van de Olympische Spelen was. Leuk, hè? Ja. Wow, dit noem ik pas een ladder. Is dat zo erg? Wow, ja. Dit is echt wel heel erg. Ik heb een... Die tilde de arm op. En ze is de slavenarmband al een keer verloren. Hè? Hele mooie, dure slavenarmband. En die is al een keer verloren vandaag. Als in, hij valt steeds goed. En Shiva tilt de mouw op. Zeg maar, zegt, oh, dus ik dacht, ze is een slavenarmband kwijt. Nou, ik kreeg een hart. Dit is ook erg. En vervolgens zegt ze, mijn panty. Dit is ook erg. Nee, maar serieus, ik heb deze panty. Dat vind ik dus stom. Ik heb die net nieuw aan. En Charlie mocht niet met je knuffelen voor, omdat je je panty ja. Had schermen. Ja, wow, dat is echt wel een enorm. Hij bleef hakken met een slotje. Dus ik deed zo. Ja, ik deed zo. En toen... Maar wow, dit is echt een hele grote. Nou, het... Nou, dat is een goed excuus om nu weer lekker mijn pyjama aan te trekken. Oh, ik heb zin in frietjes. Gaan we frietjes eten? Dat zou pas... Oh, dat is lekker. Dat zou pas happy birthday... Of happy birthday. Congratulations, ik heb food. Nu meer zin in frietjes dan vrijdag, weet je dat? Weet je dat ik vrijdag een beetje dacht lekker frietjes, maar ik merk dat het niet echt een frietjesdag was. Had je dat ook of niet? Misschien moeten we hem overdoen. Moeten we dat overdoen. We gaan even in mijn raad. Ik heb trouwens hele mooie bloemen gehad. Hier ben ik echt fan van. Want dit zijn dus een beetje veldboeketjes achter. En ook heel leuk. Die bloemen stonden overal. Zijn in de keuken? Ja. Die bloemen stonden overal op het event. En dat vond ik echt heel leuk. Hortensia's in een zak. Echt heel erg leuk vond ik het staan. En we vieren dit succes. Of dit succes. Deze was gek. We vieren deze nominatie natuurlijk. Met frietjes. We hebben toch voor frietjes gekozen. Sorry. We hebben echt zo keuzespelletjes gedaan. Ja, echt om naar me achter te komen of een friet of pizza wil. Wat nou echt? Zeg ik, Californië of Florida? Blauw of wit? Het Zaltbommel of Groningen? En dan pizza of friet? Pizza of friet. Ja. En dan moet je dan de goede keuze uitkomen. En toen kwam bij hem pizza eruit en bij mij friet. Dus toen wisten we het nog niet. Maar uiteindelijk jongens, het is allemaal goed gekomen. Het is 2 uur later. We lijken net alsof wij 2 uur lang op de Belg hebben. Nee, ja. Nee, ja. Oké, we gaan eten. En nu wordt het koud. Ja, oké. Nogmaals bedankt als je hebt gestemd of als je mijn blog gewoon leest. Ik ben er echt heel erg blij mee. En ja, zonder je support en zonder dat je mijn blog leest, kan ik helemaal niet bloggen. Dus bedankt daarvoor. En misschien denk je wel, hallo, ik kijk alleen maar de vlogs. Waar heeft het over? Nou, sorry hoor. Nee, bedankt dat je dan de vlog zou kijken, want daar zijn we net zo blij mee. Sorry dat de vlog vandaag iets later online stond. Hans en ik hadden vandaag, hadden gisteravond een date night. En het was echt ontzettend leuk. Maar door onze een beetje slechte planning kwamen we laat thuis. Of dat was eigenlijk de bedoeling. Maar door onze slechte planning hadden we de vlog nog niet gemonteerd. En we waren zo moe dat we zeiden, nou weet je wat, we monteren hem morgenochtend wel. Dus vandaar dat hij iets later online staat. Maar we hebben wel een hele leuke date night gehad. We zijn naar meneer Smakers in Utrecht geweest. Echt een aanrader. De burgers daar zijn zo ontzettend goed. Ik heb het echt overal al gezegd op social media. Want echt, de burgers zijn goed. Ik
weet ook niet of het ook in Amsterdam zit. Volgens mij zit het alleen in Utrecht. Maar goed. En daarna zijn we naar een concert van Back of the Earth geweest. Die zijn ook heel goed. Het was gewoon echt een hele goede avond. We hebben heel erg genoten. En bedankt voor je begrip dus dat hij iets later online staat. Nou, we zijn er volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend nog. Doeg!